Mo van Harte, een bijzondere week voor je. Eerst je Eredivisie debuut afgelopen zondag. En vandaag Europees debuut. Hoe was het? Mooi, een mooi moment zeker. Het was een hele mooie week. Ja. Want ik heb lang gewacht natuurlijk. En dat je dan in één week zo korte tijd gelijk twee keer mag invallen, is mooi. Ja. Had je dat verwacht toen je zondagochtend wakker wordt, dat het zo'n week zou worden? Eerlijk gezegd niet. Maar je moet wel klaar voor zijn als het gebeurt. En dat was ik wel, denk ik. En natuurlijk is het mooi. Je moet de fans niet bij waren, maar ik heb wel genoten van... Vertel vanavond eens over vanavond, want je begint natuurlijk op de bank. Hoe is het dan dat moment dat je het signaal krijgt van de trainer van hey Mo, je mag zo gaan spelen, hoe is dat? De trainer liet me 5 minuten van tevoren weten dat ik er vast kan gaan warmlopen, dat ik er zo in kwam. Dus dan ga je gewoon even wat sprintjes van jezelf trekken. Dan maak je gewoon klaar en dan is het gewoon genieten eigenlijk en doen wat je moet doen. Ja, gaat er nog iets door je hoofd in van nou hier heb ik het allemaal voor gedaan of dat soort dingen? Nou, vooral gewoon van bewustzijn van je taken en genieten, dat dacht ik eigenlijk. Ja. Ja. Hoe kijk je terug op je eigen spel vanavond? Gewoon normaal. Het was ook een beetje een wedstrijd waarin we wat directer speelden. En zij vooral, ja. Tegenstander. Dus ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat het naar meer smaakt. Ja. Had je nog gedacht dat die zou vallen, die goal? Eerlijk gezegd wel, ja. Ja? Dat ik al in de eerste helft al, want dat er wat grote kansen had gecreëerd. Maar ik had wel het gevoel dat we zouden winnen. Ja. Ja. Het is een mooi resultaat natuurlijk, hè? Want je overwint het. Dat wisten we al, dat we overwinten. Ja, klopt. Maar als groepshoofd. En ook ongeslagen als groepshoofd, is natuurlijk ook heel mooi. Wat hoop jij zo meteen te loten de volgende ronde in maart? Eerlijk gezegd hoop ik wel op een goede tegenstander. Om te kijken hoe we daarmee staan. En die moeten we dan gewoon verslaan, eerlijk gezegd. Ja.